De dames ook uiteraard. Heel erg leuk gedaan. Ik pak even mijn speakbriefje erbij. Gisteren zijn we het seizoen natuurlijk al supergoed begonnen hier. Het 11e van de 11e. Carnavalsjaar is geweldig geopend. Voor het 55 jaar jubileum ook nog eens voor de wielerwalers. Het was top. En nu is voor mij alweer tijd, helaas, om af te treden. Maar we gaan er een geweldige avond van maken met z'n allen. Ik wil sowieso iedereen bedanken voor het mooie carnavalsjaar. Het was kort, maar wel heel krachtig. En we hebben enorm genoten, wat de dames ook al zeiden. In het bijzonder wil ik nog wel een paar mensen uitlichten. Oh, even omdraaien. Niet zoals die buurtrainer gisteren het blaadje op de kop. Ja. Goed. Om te beginnen wil ik de Prinsencommissie uiteraard bedanken. Genoemd Edwin en Bas. Die zullen nu ook wel enige spanning hebben, maar dankzij hun sta ik hier. En enorm bedankt. Als tweede komen de wielerwalers uiteraard. Ik heb dit jaar van heel dichtbij mee mogen maken en veel vergaderingen en allerlei organisaties, commissies. Ik heb diep respect voor. En ik ben echt super blij dat ze er zijn en dat we in zo'n dorp als Oosterhout elk jaar weer zo'n prachtig feest neer kunnen zetten. Waarvan de wielerwalers een heel groot onderdeel van zijn. Het grootste onderdeel. Uiteraard horen bij de wielerwalers ook de vrouwen die ze ondersteunen. Ook heel erg bedankt. Velen zijn aanwezig, ze staan ze alweer aan de tafel, dus te zuipen, ja. Maar goed, dat hebben ze niet van een vreemde. Dan hebben we nog onze eigen carnavalsgroep. Ja, ze staan een beetje in het midden. Ze vallen wel redelijk op. Dat zijn natuurlijk de Muppets. Hartstikke bedankt dat jullie er zoveel aanwezig waren en ons ondersteuning geboden hebben in die hartstikke mooie tijd. En ook met de optocht nog voor een super grote verrassing hebben gezorgd met een mooie praalwagen. De aanhangers, ja, Remco, Sophie en Michael werden de aanhangers genoemd in onze prinsentijd. Was ook gewoon een superleuke tijd mee gehad, van begin tot eind. Dankjewel. Onze familie, ja, de kinderen kunnen nog niet alleen thuis blijven bij ons. Daar zijn ze nog iets te jong voor, dus heel erg bedankt voor de ondersteuning, het oppassen. Maar ook de supergezellige tijd samen die we beleefd hebben als prinsentrio met jullie. Dankjewel. Dan hebben we nog de feestzaal bij Ferdinand en bij Eve Merkens destijds nog. Wat nu overgenomen is door Tom uiteraard. Maar Eve en Ferdinand ook bedankt voor alles. De haren van de hofdames die zijn ook weer mooi gestyled. En dat is elke keer gebeurd door Marianne. Marianne Berensen, hartstikke bedankt. Sophie, die wil ik ook nog even uitlichten uiteraard. Mijn vrouw, die heeft, daar hebben we ook gewoon geweldige tijd samen gehad. En dat kostte even wat extra tijd, vooral voor Sophie. Vooral in de nachten, als ik weer bijna als eerste thuis kwam, vaak als laatste. Maar het prinsenpak kan ik helaas niet alleen uitdoen, dus daar had ik wat ondersteuning bij nodig en dat ging geweldig. Dankjewel. Uiteraard ook nog de hofdames. Super bedankt. Het was, was gewoon geweldig, van begin tot eind. En ik wilde gewoon vanavond nog een super mooi feest met jullie van maken uiteraard. En we gaan de komende tijd samen nog heel veel leuke dingen beleven. We hebben nog een nachtje weg te goed, heb ik genomen. Dus nog wat etentjes. Dus dat komt helemaal goed. Ja, dan mogen de aanhangers niet mee hoor. Dan mogen wij bij drie samen. Dus, nou, verder wil ik het niet meer te lang houden, want iedereen heeft weer zin in een biertje en in Summerland. En het Prinsenpak gaat zo uit. In januari verruil ik het voor het pak van de Senaat, waar ik me ook enorm op verheug. En wil graag bij de carnaval op die manier betrokken blijven. Dus ik wens de nieuwe prins uiteraard over een uurtje heel veel plezier het komend jubileumjaar. Geniet ervan. Wij hebben er in ieder geval extreem veel van genoten. Een onvergetelijke tijd. En de wielerwalers ook heel veel plezier in het jubileumjaar. Met 55 jaar. Maar dat gaat vast goed komen. Wij zullen er veel bij zijn. Dank jullie wel.